Partijgenoten, als ze mij in 2009 hadden gevraagd, hadden gezegd dat we vandaag in de diepste crisis van de EU zouden zitten sinds 1958, het verdrag van Rome. Als ze mij hadden gezegd dat de twijfel zo diep zou toeslaan dat in 2012 het uur van de waarheid zou slaan voor de euro, dan had ik dat eerlijk gezegd gewoon niet geloofd. Maar zelfs het uiteenvallen van de Europese Unie is nu een denkbaar scenario. En dat is de droom van de populisten als Wilders. De financiële crisis, de criminaliteit, immigratie, alles wordt afgeschoven op Europa. Europese regels worden niet gezien als politieke keuzes, maar als een complot van een sinistere groep van niet gekozen technocraten. Echte onzin, natuurlijk, om met de majesteit te spreken. Europa is gewoon het gevolg van politieke besluiten, gemaakt door nationale politici, in samenwerking en soms in strijd met het Europees Parlement. Europa is meer dan ooit een politiek debat, elke dag, ook onder linkse partijen. Een paar weken geleden was ik in Almelo, in een mooie avond in een debat met Hans van Heiningen en Paul Ulenbelt van de SP. Zulke avonden zijn inspirerend, interessant. Wij staan als linkse partijen nu eenmaal tegenover een keiharde rechtse meerderheid in Nederland en in Europa. We hebben er niks aan om elkaar af te kammen. De bezuinigingen worden afgewend tot op gewone mensen, niet op speculanten en de hoogste inkomens. Dat is onze uitdaging, niet onderlinge strijd. Daar moeten wij een alternatief voor laten zien en dat doen we ook. Voor een ander Nederland en een ander Europa. Maar voor Europese oplossingen zijn we nog niet een eenheid. Over Europese oplossingen zijn we het niet voldoende eens. Hans van Heiningen, secretaris van de SP, zei in Almelo: Nederland moet in de eurocrisis gewoon voor zichzelf kiezen. Mysterieuze zin. Want wat is dat dan? Voor jezelf kiezen. Is dat de Grieken in hun eigen sop laten gaarkoken? Het kan maar twee kanten op in Europa. Het kan echt niet zo zijn dat enkele landen onderuit gaan terwijl andere overeind blijven. Onze economieën zijn onomkeerbaar diep vervlochten. Alleen al aan de handel met Italië danken we meer dan 100.000 banen. Wat betekent voor jezelf kiezen dan? Een eigen bolwerkje met een paar sterke economieën in Noord-Europa? Aan wie gaan wij dan nog iets verkopen? Niet aan de zuidelijke landen die dan ineens storten. Einde Nederland exportland in Europa. En ook voor de rest van de wereld worden onze producten dan te duur, als de verwachting tenminste uitkomt dat een romp-eurootje van Nederland, Duitsland en nog een paar snel in waarde zal stijgen. Omdat het een vluchtheuvel zal worden voor al die onzekere beleggers met wie we elke dag vol medelijden samen huiveren bij de beurskoersen. Ondertussen speculeren diezelfde financiële markten de grond onder de voeten weg van miljoenen Europeanen. Zij dicteren het beleid momenteel in plaats van dat de democratieën hen regels opleggen. Maar waar het om gaat is niet het vertrouwen van Amerikaanse kredietbeoordelaars. Want als de economie opveert, dan komt het met dat vertrouwen ook wel weer goed. Het enige wat de rechtse regeringen doen is de economie stuk bezuinigen. In Nederland komen er dit jaar naar verwachting 90.000 werklozen bij. En natuurlijk, begrotingsdiscipline is belangrijk. Maar er moet wel een gezamenlijke strategie voor werk tegenoverstaan. Anders verliezen de mensen in Zuid-Europa alle hoop. En dat is niet alleen asociaal, het is politiek levensgevaarlijk. Waar het allereerst om gaat is het vertrouwen van onze mensen in hun eigen toekomst, in hun samenleving, in hun reële economie. Dat is waar wij ons op richten als sociaaldemocraten. En aan al die mensen, aan al die progressieve mensen, binnen en buiten de PvdA, die nu in grote twijfel zijn over Europa, over dit door rechts gedomineerde Europa, maar die weten dat hun werkgelegenheid afhankelijk is van de Europese economie, aan al die mensen zeg ik, als er één verliest, heeft dat gevolgen voor iedereen. We verliezen samen of we winnen samen. Voor de PvdA geldt: kiezen voor jezelf is kiezen voor Europa. Voor een ander Europa. En dat is niet Europa als het niet anders kan. Dat is niet Europa geen cent te veel hoor. Want samenwerking lukt niet tegen heug en meug. Hou er dan alsjeblieft mee op. Samenwerking vraagt om een overtuigde en positieve keuze. En dan levert die nieuwe werkelijkheid op. Creativiteit. 30 jaar geleden hadden jongeren een bestaan binnen nationale grenzen,
Nu slaan ze hun vleugels uit en vinden dat de gewoonste zaak van de wereld. Hun werkelijkheid is veranderd, hun cultuur is veranderd. Is ons andere Europa dan dat van Guy Verhofstadt? Guy staat heel terecht voor een Europa van democratische besluiten met het Europees Parlement. Geen mistige akkoorden tussen regeringsleiders die na 16 topontmoetingen sinds 2008 nog steeds tegen een diepere crisis aankijken. Verhofstadt wil ook meer samenwerking, fiscaal en economisch, met gezamenlijke obligaties om de rente voor landen als Griekenland draaglijk te maken. Ik kan hem daar een heel eind in volgen. Maar liberalen als Verhofstadt en mijn geachte collega Sofie In het Veld van D66 hebben toch één blinde vlek. We leven in een te liberaal Europa en dat ondermijnt het vertrouwen van onze burgers in hun Europese Unie, want dit Europa is er niet genoeg voor hen. Dit Europa doet te weinig voor werknemers in Schiedam. Schiedam die weggeconcurreerd worden door collega's vanuit Bulgarije, die naar hun eigen werkvloer komen in Nederland tegen legale, maar veel lagere lonen. Dat is onverteerbaar voor mensen in Schiedam. Dit Europa ondermijnt nationale cao's door de kans te bieden om met mensen uit andere lidstaten ver onder een cao te komen werken, want lang leven de vrije markt. En de huidige Europese leiders doen niets om dat te veranderen. Liberalen zweren bij de vrije concurrentie, maar wij willen veiligheidskleppen inbouwen, overgangstermijnen, zorgen voor onze mensen. Arbeidsvoorwaarden horen boven de interne marktregels te staan, want anders voelen onze werknemers de EU als een risico en niet als een kans. Dan haken ze af en dat is wat nu gebeurt. Als dat zou veranderen, als we dat sociale Europa serieus zouden nemen, dan is er geen kloof met Brussel. En dat is de blinde vlek van Guy Verhofstadt. Hij ziet als liberaal de huidige vertrouwenscrisis in Europa enkel als een probleem van democratie, van besluitvorming, van strijd tegen nationalisme, van meer of minder Brussel. En dat is prima, maar de kloof is daarnaast en vooral een gebrek aan sociaal beleid, aan respect voor cao's en een gebrek aan gezamenlijk werkgelegenheidsbeleid. En wanneer komen de rechtse regeringsleiders nu eens met maatregelen om de financiers te beteugelen, hun idiote risico's, hun bonussen, hun almacht? Wanneer komt die bankenbelasting nou eindelijk eens? Het past niet echt in dat ideologische denkraam van rechts, want de markt moet het doen. En de markt doet het niet. Die onzichtbare hand van Adam Smith, die is er niet voldoende in Europa. De Europese onmacht is vooral een erfenis van jaren politieke onwil. Het is tijd voor een zichtbare hand. Het kapitalisme kan niet zonder sociaaldemocraten. En toch, ook wij sociaaldemocraten kunnen de hand in eigen boezem steken. Wij hadden de financiële sector kunnen aanpakken toen we nog 12 van de 15 regeringen in Europa hadden, toen dat kleiner was. Wij deden dat niet omdat de financiële sector 20 jaar geleden nog geen probleem leek op te leveren. En toen we het wel voorstelden, 10 jaar geleden, werden we weggelachen. De sociaaldemocraten wilden te veel regeltjes. We hadden toen ook het sociale hoofdstuk kunnen schrijven. We deden het niet, omdat we bang waren onze nationale sociale stelsels onderuit te halen. En nu zitten we met Europese regels die diezelfde stelsels onvoldoende beschermen, bij gebrek aan Europese regels die dat zouden kunnen doen. We staan nu voor de taak om samen met de vakbonden onze stelsels af te schermen tegen uitwassen van de vrije concurrentie. Dat is onze eerste opdracht. Europa zal sociaal zijn of zal niet zijn. De economie is bij de rechtse regeringsleiders niet in goede handen. Sociale bescherming is dat evenmin. En zelfs als het gaat over de essentiële waarden van de EU, laten ze het afweten. De Hongaarse premier Viktor Orbán draait de democratie de nek om, radiostations worden gesloten, rechters worden onderhorig aan die ene Fidesz-partij, maar de heren regeringsleiders kijken de andere kant op. Het is de Europese Commissie die in actie komt, die procedures start tegen Orbán. Zonder steun van de Europese regeringsleiders, met steun van het Europees Parlement. Want wij staan achter die acties tegen Orbán. Wij verdedigen de democratische rechten van elke Europese burger, elke dag. Het is en blijft een eer om in dat Europees Parlement, op dat Europese niveau, te staan voor onze idealen. Gelijke rechten, gelijke kansen in een rechtvaardige wereld die respectvol omgaat met mensen, met natuur en milieu.
Daar is niets ouderwets aan, daar moeten we trots op zijn. Het zijn en blijven hoge ambities waar wij zelf bewust voor opkomen. Het zijn en blijven hoge ambities waar wij zelf bewust voor opkomen, met het gezicht naar de wereld, in de resolutie internationaal van de commissie Schrijver, die we vandaag bespreken. De grootste uitdagingen van onze tijd zijn internationaal, van de financiële crisis tot klimaat- en grondstoffenbeleid, van migratie tot vrede en veiligheid. En dat maakt het Europees Parlement zo fascinerend en essentieel. Het is de politieke afspiegeling van de hele Europese bevolking, van 500 miljoen mensen. Het is het enige democratisch gekozen parlement in de wereld dat internationaal optreedt, over grenzen heen wetgevend is over grote vraagstukken. We zijn in alles verbonden. Verbonden met onze buren en met hun buren en hun buren. Elke poging om terug te keren naar nationale soevereiniteit op terreinen waar die enkel nog onmacht betekent, is verraad aan de zwakste in de samenleving. De rijken redden zich altijd wel. Of Europa nou functioneert of niet. Maar juist de meest kwetsbare groepen zijn slechter af bij een capitulatie tegenover de clubs die zelf voluit wereldwijd optreden. De financiers, de grote criminaliteit, maar ook de multinationals die grondstoffen halen uit ontwikkelingslanden zonder er belasting te betalen. Daar doe je als Nederland alleen niets tegen. Dat vraagt om internationale samenwerking. Tot slot. Het Europees Parlement is van jullie, van de Europese kiezers. Je bent er dus meer dan welkom. Want die kleine PvdA-eurodelegatie van ons, Emine Boskuurt, Judith Merkies en ik, wij hebben het debat met jullie heel hard nodig. Wij willen ons niet opsluiten in een ivoren toren. Nodig ons uit naar jullie afdelingen en gewesten. Onderwerpen van debat hebben we echt genoeg. Ik waarschuw je wel, we komen echt. Er is hier... Er is hier trouwens één partijgenoot die dit hele verhaal niet nodig had. En dat is Lilianne Ploemen. Want Lilianne, nooit eerder was een partijvoorzitter van de PvdA zo vaak in Brussel. Bij het Europees Parlement, bij de commissie, bij de PES. Je bent er meerdere malen per jaar geweest. En dat die keuze was voor jou vanzelfsprekend. Want Europa is binnenland. En de socialisten zijn internationaal. Dank daarvoor en ik wens jou alle succes. Is Hans Peckman er al? Of verbergt hij zich? Ik heb toch goede raad voor Hans Peckman. Ik vind dat Hans die Liliaanse traditie gewoon moet aanhouden. Want in de storm van de eurocrisis moet de voorzitter langs de kabels en de luiken lopen, van onder tot boven, om te zien of alles wel goed gezekerd is. En in Brussel, Hans, nou ja, in Brussel zit die trui net zo lekker. Ik dank jullie.